Mijn eerste kennismaking met de wereld van de boeken, althans zelfstandige kennismaking met de wereld van de boeken, was in de bibliotheek, in de plaats waar ik woonde, Lunteren. Ik mocht alleen naar de bibliotheek en ik vond een boek dat heette De Bruiklingers. En het gaat over een volkje van hele kleine wezentjes en die woont onder de vloer. En onder de vloer, daar valt nog wel eens wat, hè? Dat weten jullie, spelden, lucifertjes, luciferdoosjes, knopen, alles wat mensen lieten vallen, dat gebruikten de bruiklingers. En ze hadden een complete wereld daar onder de vloer. En het mooie was, voor mij was dat zo'n openbaring, dat je echt een wereld had naast de gewone wereld, een soort fantasiewereld. En ik werd daar enorm door geprikkeld, door mijn eigen fantasie. En ik heb dat ontzettend veel van genoten, van dat boek De Bruiklingers.